Helemaal, ik ga je vandaag laten zien hoe die muis, ja, ook die je zeg maar hebt ontdekt. Ik heb het op Insta gezet, maar ik zet het ook gewoon op YouTube, omdat dat kan. Ja. Dus, ik was hier zo bezig, ja. En toen rende die muis opeens helemaal gewoon zo. En die rende achter mijn kast. Ik wist niet of die kant op was opgegaan, maar ik riep mijn ouders dus heel snel. Mijn moeder kwam eraan. Ik zei tegen mijn moeder dat ik een muis had gezien. Mijn vader die kwam erbij. Mijn moeder en mijn vader. Dus, en die kwam er dus ook bij. Toen gingen ze het hele huis doorzoeken. En toen kwamen we er dus achter dat daar een holletje zat. Met een. Ja, een. Nou ja, zeg maar gewoon. Een gat zat. En. Ja, daar kwamen die muizen dus erin. Nu zit het gat dicht en zit er een baksteen in voor. Dus kunnen er niet meer in. Daar ben ik blij mee. En ja, dat is mijn gerbil die nu zich verstopt heeft, maar hij heeft aan het begin van zijn staartje heeft hij een wondje en dat is niet echt leuk of zo, maar het komt misschien door die muis alleen. Ik weet niet hoe die dan zo hierop zou moeten kunnen klimmen, maar ik denk dus dat hij op het voer is afgekomen. Ja, en heeft net een schoon huis, schone kooi, dus. Ja, het ziet er nou aardig schoon uit, maar ik kan het aardig vies maken. Kamisje, jij deugnietje. Hé, kamis. Laat jezelf eens zien dan. Kom. Zo, zo. Kijk, hij heeft dus daar ergens aan het begin. Daar, aan het begin van zijn staartje, heeft hij daar een wondje. Ja, ik weet niet of het zag. Ja, daar. Je ziet het heel onduidelijk, maar daar had hij dus een wondje. Heeft hij dus nog steeds een wondje. En ik denk dat dat door die muis komt, maar ik vind het niet echt leuk. Het is mijn gerbils huisje. Hier, dit is eigenlijk een badje, maar hij heeft erin gepoept, dus ik hou het even zo en dan zie ik het later wel. En dan let niet op mijn vinger, ik ben onhandig geweest. Ja. Ik weet dat het niet de echt perfecte kwaliteit en mijn kamer is echt niet groot of zo. Kijk hoe mooi Starstable bezig is. Oh, ik heb nog op zoek. Ja. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Mijn badjas, heel mooi. En ja, wil je het uitzicht nog zien? Mijn mooie uitzicht. Aha. Zit mijn poesje eigenlijk ergens? Ik zie geen poes. Die zal wel ergens daar zitten, denk ik. Bij de buurvrouw weer. Of hij zit daarachter. Of ze zit daarachter die bloemetjesstruik daar. Die roze bloemetjesstruik. Nou ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan. Foto. Mooi foto. Mooi paisage. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Doei!